Nee. Stop met naar mij te kijken alsof ik elk moment uit elkaar val. Stop met medelijden te hebben met mij. Ik bots alleen maar op muren, op ondergrondse leidingen, op onderuitse spanningen, op problemen die ik niet kan zien en ik ben kapot. De voorstelling heet Vechtstuk. Waar het eigenlijk voor ons misschien meer over verzoening gaat. Het is vertrokken vanuit een vormelijk onderzoek. We hadden met Hof van Ede heel veel zin om eens heel onze dramaturgie om te draaien. Omdat we toch in een vrij klassieke dramaturgie zaten van in het begin gaat alles goed en dan tot het niet meer goed gaat en het allemaal uit elkaar valt. Kijk, ik wil niet terug. Misschien is het beter als het niet hersteld wordt. Snap je? Misschien is dit het begin van iets dat we nog niet kunnen zien, maar dat ons beter zal maken. Weet je wat het is? Ik zie u alleen maar gelukkig als ik ongelukkig ben. Om het dan uit te testen met een publiek is wel echt cruciaal eigenlijk. Ja, vooral omdat wij heel veel naar het publiek spelen, of met het publiek spelen, is het wel belangrijk dat we ook gewoon dat contact kunnen hebben. De eerste voorstelling van Hof van Ede was ook met ons twee. Hebben wij ook samen gespeeld. Het voelt wel als een opvolger. Een koppel een decennium later. Zelfs daar, hè, hebt jij het lef niet voor. Jij, zeg je niet hier dus van, hè? Wat zie jij nog eigenlijk? Ja, het krijgt ook gewoon heel veel andere lagen. Het gaat niet alleen over dat koppel, het gaat ook over... Allee, het is ook het toneel, het is ook de wereld, het is ook zoveel meer. De ramp is niet mijn depressie. Nee, mijn depressie is de stofwolk na de ramp. We beginnen over uw dag en hoe zwaar die was en ik die daar dan iets op zeg en jij die je misbegrepen voelt, dat is niet bij het begin beginnen. Ondanks alles... En dankzij alles... hou ik van u.